Hey, ik heb jullie iets superleuks te vertellen. Namelijk, ik heb een kitten gekozen. Dat is dat Bonnie aan het kijken naar het kringloopkwartier. Ga ik schoenen aan doen, want daarna ga ik voor het eerst. Dus sinds ik hier woon, en voor de derde keer of vierde keer in mijn leven, naar de markt. Ik wil hier wel iets wekelijks van maken. Hey, ik heb net redelijk lang en heel erg op mijn gemak ontbeten. En nu ga ik vertrekken naar de markt. Dit is de eerste keer dat ik te voet naar de markt kan. Wat leuk! Ik heb gisteren al gekeken wat ik de rest van de week wil eten, zodat ik weet welke dingen dat ik moet gaan halen naar de markt. Maar ik ga het aan de andere kant ook een klein beetje op mij af laten komen, want ik wil plantjes kopen op de markt en ik heb totaal geen idee wat. Jullie mogen wonen met de wind, maar ik ben dus het persoon die al 10 minuutjes in de regen staat om een gym over te nemen. Ik ben net naar de markt geweest. Ik ga thuis tonen wat ik heb gekocht. Nog steeds aan het spelen. Maar nu wandel ik ondertussen wel. De schade van de storm afgelopen dagen. Voor een shopper. Ik heb een potje plugsla van Hermy gekocht en een potje bieslook. De plugsla is trouwens van Hermy, zit trouwens niet van hier, ze zijn van iets verder. Ik ga even hieronder zetten van waar precies, want dat misschien was het door verschillende markten, dus dat is misschien ook wel interessant. Ik kocht van de Dimas bakkerij een 8-koek voor mijn mama. En 5 eclairs. Ik hoop dat ze het goed uitzien. Om mijn papa en mijn, voor mijn vadertjesdag, maar ook een beetje om ze te bedanken voor de hulp van mijn verhuis. Ik heb er ook mee genomen voor mijn... Mijn zussen die helpen verhuizen hebben, haar vriend en mijn broer. Die niet verhuisd heeft, mijn broer. Maar die heeft veel werk. Op dit moment, ik kocht een prei. Of een pret. Zoals dat hier in het Vlaanderen wil ik eens zeggen. En ik kocht 2 van deze bloemkolen. De prei was trouwens... Hier, mijn zak is gescheurd. De prei was trouwens 1,65 euro. En de bloemkool was 1,80 euro per stuk. De prei is volledig biologisch. En de bloemkool was al van een klein kraampje. Misschien ook... Zo'n klein boer, stel ik me dan voor, die zo zelf zijn groentjes kweekt. Ik heb nog iets mee. Ik heb ook nog 2 slaapplantjes gekocht van Hermie. En Hermie verpakt zijn plantjes gewoon altijd in zo van krantenpapier. Zonder al te veel verpakkingsverspilling trouwens. Ik heb trouwens overal ook gezegd dat ik geen zakje moest hebben. En ik heb ook 500 gram van die kleine tomaatjes gekocht. En ze gaven heel tijd papieren zakjes. Maar ik dacht, ik heb toch mijn netjes mee. Dus ik ga ze gewoon meteen geven. En hij heeft 500 gram van die tomaatjes gedaan. Dat vind ik ook gewoon het voordeel van op de markt kopen. Is dat je redelijk verpakkingsvrij kan gaan werken. En dan zie ik zo van die...
Kerstomaatjes en zo van die plastic potten. En dan denk ik, nee, waarom gaan mensen hiervoor naar de markt? En nu ga ik soep opwarmen, want er was nog een restje soep van donderdag. Want donderdag was zo het... we hebben een project op de werkschool als platteland. En we van de kinderen van het zesde leerjaar in de tuin en in het bos en zo mogen werken. En eigenlijk alles wat we leren op school toepassen in de praktijk. En er zijn trouwens mensen die mij volgen daarvan. Dus dat is ook wel tof. En ze hadden slasoep gemaakt en ik ga mijn restje daarvan opwarmen. Ik had zo een potje meegenomen, zo net genoeg voor één keer en één persoon, dus dat is leuk. Ondertussen ben ik een Pokémon aan het proberen te vangen, want het leuke is dat ik hier ongeveer voor mijn deur een Pokéstop heb. Hey, Natasja, soep. Dit is dus wel echt slasoep, maar er zitten ook courgetten en ui, denk ik. Patatjes voor de binding, aardappelen en nog van die dingen, ik weet het eigenlijk niet precies. En dan ga ik gewoon eten met een stukje brood. Ik ga even wat dingen verzamelen, want straks ga ik naar mijn ouders. Maar ik moet nog een aantal dingen meedoen. Hey, ik heb jullie het superleukste te vertellen, namelijk ik heb een kitten gekozen. Vandaag ben ik naar de ziel geweest om een optie te nemen op een kitten. En normaal mag ik hem woensdag in huis nemen. Of haar, dat is een meisje. Ik ben op zoek naar een naam. Meteen dat deze vlog online staat, ga je uiteraard geen suggesties meer kunnen doen. Ik denk er normaal trouwens ook fomen in het asiel. Dat was ook een van de grootste redenen waarom ik vandaag ben gaan vloggen. Maar het leek wel awkward. Ik ben ondertussen weer eventjes naar buiten geweest. Denk ongeveer een uurtje. Het was namelijk Pokémon Go Community Day. Dat is eigenlijk een dag op Pokémon Go. Elke maand heb je zo'n dag. Waarvan dat er één Pokémon enorm veel voorkomt in het wild. Je hebt dan ook special moves voor die Pokémon. Je lures gaan langer mee. En zo van die dingen. Je bewandelt ook vlug eitjes uit. En je krijgt meer candy van Pokémons. Dat gebeurt dan één keer in de maand. Tussen 3 en 6 uur. En dan zijn er ook superveel Pokémon players op wandel. En dat heb ik nu ook een uurtje gedaan. Omdat... Ik mocht maar rond 5 uur thuis komen. Ik ben niet thuis gebleven speciaal voor de Community Day. Het zijn dan ook echt wel mensen die daar volgens mij aansteppen in hun agenda. Dat ze dan gewoon niet weggaan die dag. Behalve om te wandelen. Maar geen plannen maken. Maar ik doe dat niet. Als ik thuis ben. Toen ik nog thuis woonde, negeerde ik vaak zelf de Community Day. Omdat er niet echt iets in mijn buurt was dan. Omdat er niet zoveel Pokémon-stops zijn in mijn buurt. Maar nu dat ik in die perron dacht, het is wel een keer tof om mijn straat uit te wandelen en dan de markt te wandelen en terug. Hey, ik heb net een soort pasta sausje gemaakt. Ik ga hem even laten zien anders. Ik ben ondertussen mijn pasta aan het koken. Eigenlijk is dat beter om tegelijkertijd te doen, maar ja. Kijk, dit is de saus. Hier zitten paprika, champignonnetjes en passata in. Met een beetje basilicum, mijn lens bedankt. En een aantal kruiden. Zout, spaghetti, kruiden, peper, basilicum, verse basilicum. En basilicum uit een potje. Oregano en dragon. En zo'n blokje.
Met rust en deze film gekeken en gegeten natuurlijk. Dit was Rock My Heart. Het gaat over een hartpatiëntje die leert paardrijden. En ja. Ga ik hier even een klein beetje opruimen en dan ga ik video's editen. Precies wel veel ingezoomd. Het is nu 9 uur. Normaal ga ik nu ongeveer gaan slapen of toch met mijn bed om boeken te gaan lezen. Ja, ik ben een oma. Maar ik vind dat helemaal niet erg, want ik ben niet zo'n nachtmens. Maar ik ga eerst hier een beetje opruimen. Want morgen komt er volk. Hallo, het is 10:30. Ik heb net gelezen in mijn boek. Uiteraard had ik dat boek wel al een keer gelezen, maar ik ben er gewoon even opnieuw aan het lezen. Zo ruim omdat ik geen andere boeken heb, maar dat is niet waar, want ik heb nog andere boeken die ik niet gelezen heb. Maar er was geen één die nu echt eruit sprong sinds dat ik Khaled Hosseini's boeken heb gelezen. Dus ik dacht, ach, waarom lees ik niet gewoon eventjes Harry Potter? En nu ga ik een paar minuutjes mediteren. En dan ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende vlog. Doedels!